Palgraven is aangelegd als belangrijke verbinding tussen Oost- en Noord-Nederland. En destijds is gekozen voor een suboptimale oplossing. Maar met de economische groei die we nu hebben, zien we gewoon iedere dag de problemen daarvan. Ja. Bij Erik Nooyen van de Osse Container Terminal. Ik ben met veel verkeersstroom bezig, dus ik zie dagelijks wat de kosten ervan zijn als het niet gaat. Ik ben Geer Wagenmakers, wethouder en lijsttrekker van de VVD in Os. Ik ben wethouder verkeer en voor ruimtelijke ordening. VVD heeft nu 3 zetels, waar mik je op? Ik reken op een verdubbeling weer terug naar 6. Marie-Thérèse Jansen, ja? Lijsttrekker van de SP. Nou, we gaan in Os de grootste worden, we gaan naar 11 zetels. 11 zetels. Of 12 of 13, alles is goed, maar boven de... We gaan in ieder geval in de dubbele cijfers zeggen. We wilden het hebben over de A15, A59, knooppunt Palgraven. Dat is een heel belangrijk kruispunt. Die is natuurlijk oorspronkelijk aangelegd met het idee dat het meeste verkeer zich af zou wikkelen in Noord-Zuid richting over de A50. En daar blijkt achteraf toch wel een klein beetje een onderschatting geweest te zijn. Gevaarlijke situaties op de weg met de nodige opstoppingen op het knooppunt Palgraven zelf. En waar ook de nodige ongelukken gebeuren. Dat klopt, daar zijn veel opstoppingen, er is echt veel sluipverkeer. Op diverse plekken is overlast, is toch niet de doorstroming zoals het zou moeten zijn. Ja, daar heeft hij wel gelijk in. We hebben bijna iedere dag een aanrijding in Ravenstein. De capaciteit is gewoon, sinds de brug bij Eerwijk is geopend, is gewoon te klein, is gewoon te laag. En destijds is gekozen voor een suboptimale oplossing, waarschijnlijk om financiële redenen. En hebben wij eigenlijk een soort half knooppunt. Maar met de economische groei die we nu hebben, zien we gewoon iedere dag de problemen daarvan. Ja, daar moet wel wat aan gedaan worden. Het zou heel fijn zijn als we wat meer aandacht zouden kunnen krijgen voor een volledige aansluiting van het knooppunt Palgraven. Zijn vraag is, hoe gaan we dat dan oplossen? Ja, dat is lang werk, dat is lobbyen. De oplossing is dat de infrastructuur daar in ieder geval verbeterd wordt. Dat in ieder geval die sluiproutes gewoon stoppen. Ja, dus onze bedrijven, de vrachtwagens, die moeten over knooppunt Palgraven en niet door die dorp heen. Nee. Absoluut niet. Ik heb de provincie Gelderland en Brabant erbij betrokken, beide gedeputeerden, overigens ook van mijn partij. Nu de minister Cora van Nieuwenhuizen er zit, ook van mijn partij, ja, verwacht ik nu al, we moeten nu wel de komende 4 jaar daar een dorp kunnen pakken. En ik denk dat de verbinding met het Gelderse en de rest van Nederland aan deze kant van Nederland ook wel heel belangrijk is. Dus ik vind ook wel dat we nu een beetje aan de beurt zijn. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? De gemeente kan zeker druk uitoefenen op Rijkswaterstaat, meedenken. Om daar oplossingen voor te bedenken. En onze Tweede Kamerfractie blijven bestoken. Er zullen ook matrixborden worden geplaatst. Aangedrongen op een knelpuntenanalyse. En dat de oprit bij Ravenstein langer wordt. Het is een flessenhals aan het worden en dat moeten we echt aanpakken. Gaan we dat nog samen doen na de verkiezingen? Ik hoop het. Interessant bezoek aan de gemeente Os. 1 ondernemer, Erik Nooyen. 2 politici over Palgraven. Erik Nooyen die gaf aan hoe noodzakelijk het is om Palgraven tijdig op te knappen. De politiek snapt het, gaat handelen, hebben ze toegezegd. Vraag is natuurlijk wel wat ze dan gaan doen. We gaan merken na de verkiezingen.